Zo, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Setting. Achter in de tuin. Niet in de auto, niet in het bos, niet bij de gym. Het volgende is namelijk het geval. Gisteren toertocht gehad. Die was supergoed. Alleen op de terugweg, 3 kilometer voor thuis, motorweerdefect. Weer die schakelgaffel die weer vast blijft zitten. Dus dat ging niet goed. Dus. Nou, voor de rest, ja, je hoort nou wat de achtergrondgeluiden, denk ik. En ik vind het zo vervelend dat die nou weer, motor doen is afgelopen, het komt slecht weer aan, dus ik ga ook niet meer met de motor naar het werk, dus het komt er zeker goed uit. Top. Maar ja, ik zit natuurlijk nog steeds met dat probleem met die schakelgaffel. Dus, maar ik zal in ieder geval daar aan moeten gaan werken. Dus. Maar goed, beelden. Ik heb wat beelden van gisteren. Ik zal even wat laten zien. Van gisteren stonden we te wachten bij Pontje richting Varik. We waren vanuit Hilversum gereden richting Varik. En ja, dat is een mooi beeld. Dus moet je maar kijken. Ga ik er nu in. Hier staan we te wachten op een pont. Kijk, en daar is die pas. Dus we moeten even. En ja. En dan zal ik ook even het probleem wat ik heb met de motor zal ik ook even laten zien. En daar heb ik een hele mooie foto van. En die laat ik nu zien. Oké, dat dus. Maar goed, daarmee gezegd hebben, was ik gisteren aan, dus pas laat thuis. En eigenlijk vandaag niet meer zo verzinnen om te gaan sporten. Dus ja, dan krijg je een andere setting, een andere gedoe. Dus. Bij deze hou ik het kort. Ik heb niet zoveel. Oh ja, voetballen. Ja, vandaag natuurlijk geen voetballen. Ik had vandaag vrijgenomen, omdat ik dus gisteren heel erg weg ben geweest. Ja, wil ik vandaag thuis blijven om eigenlijk andere dingen te doen. Maar nou gaat de motor, die gaat dadelijk eventjes uit elkaar. Of nou eventjes. Ik ga vast de voorbereiding treffen om, als ik de nieuwe spullen heb, om dan weer uiteindelijk klaar te maken. Dan heb ik daar iets meer tijd voor nodig of voor gekregen, omdat nou het motorseizoen toch voorbij is. Dus ik kan er de tijd voor nemen. Kan ik ook al die andere kleine dingetjes die ik heb aan kleine issues, die kan ik dan proberen te verhelpen. Misschien moet ik hem ook een beurtje geven. Dus meteen een oliewissel, filterwissel. Alles even nakijken voor het nieuwe seizoen. Dus misschien is dat wel een ben ongeluk dat dus nu kan, dat ik daar nou iets mee kan doen. Dus we wachten af. Oh, en dan een keertje gezang. Ik heb lekker een broodje eten. Want dat is natuurlijk dan wel weer een mogelijkheid geworden. Die ik heb. Omdat je nou niet gaat sporten. Dus samen met de vrouw opstaan en dan dag lekker een broodje eten. Dus dat is het. En voor de rest heb ik eigenlijk deze keer niet zo heel erg veel te vertellen. Dus geen gym. Geen hardlopen. Oh, daar. Wel. Vorige week begonnen met hardlopen in verband met mijn kuiten op de loopband. En dat ging. 2 keer ging het goed. En dit zou vandaag de 3e keer worden. Om te proberen of dat het goed gaat. Maar dat gaat nou dus niet. Of gaat nou niet. Ik bedoel, natuurlijk zou het kunnen gaan. Ik zou natuurlijk later nog kunnen gaan sporten. Maar. Daar heb ik vandaag geen behoefte aan. Ik wil dadelijk eerst met die motor gaan beginnen. Na het ontbijtje. Even met de motor kijken, even uit elkaar halen. Misschien dat ik nou kijk of dat ik de beugel aan de onderkant, of dat ik die weg kan halen, zodat het hele kapje weg kan halen. Om er dan beter bij te kunnen, om het nou eens goed op te lossen. Dat dit niet weer een keer gebeurt, want ik word er een beetje, ik word wel een beetje ziek van zo. Maar goed.
We zullen het wel zien. We zullen het wel zien. Dus, nou, voor de rest heb ik nou eventjes helemaal niks. Zondagmorgen. Ik zeg nogmaals, die rit was gisteren super. Eerst naar Hilversum gereden. Toen de route, nogmaals, bijna 400 kilometer gereden. En dan 3,5 kilometer of 4 kilometer voor dat je thuis bent, gaat de problemen in één keer opdoen. Daar baal je dan even van. Dus, maar goed, opgehaald, ANWB, thuisgebracht. Daar ben je lid voor. Dat is ook weer zo'n verhaaltje. Dan ben je al jarenlang lid en dan krijg je nu te horen, je hebt over een premium. Dan krijg je te horen dat je per jaar maar 4 keer of zo gebruik mag maken van zo'n service. Vroeger was dat niet. Het was gewoon onbeperkt. Kon je gewoon, had je service nodig of ophalen of wat dan ook. Ja, dat deed je gewoon. Nou is gewoon 4 keer max in het jaar. En hoe dan? Why? Hulp, hetzelfde, reparaties. Je mag dan maar bij spreken 12 keer per jaar hulp krijgen onderweg. Nou heb ik dat dan dit jaar 2 keer gehad van de ANWB. Dus op zich valt er nog mee. Maar ik vind het gewoon bizar. Dan heb je jarenlang betaald al, je hebt premium. Ik vind het best wel veel geld kosten uiteindelijk. Nou goed, dan wordt het de maandelijks afschrijven. Dus dan is dat een beetje afgekaffeld. Nou goed. Aan de andere kant, nou ben ik wel blij dat ik hem heb. En dat je die afsleping hebt. Of dat je er gebruik van kan maken. Dus het is een beetje... Maar goed. Ja. Nou, dat was het dan. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Duimpje omhoog. Even abonneren. Tot de volgende keer. Tjoe.